Honderden belangstellenden liepen zondag mee in een stille tocht om Inke van der Vrede de laatste eer te bewijzen. De vierjarige jongen kwam vorige week om bij een brand. Ik voel me zo bestroost als het weer. Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Ik herinner mij de tijd van jij en ik. Van het allereerste tot de laatste bleef. Je zegt me hoe en waar zie ik je weer. Ik mis je meer en meer. Ik mis je zo. Bij je zijn. Zal ik jou. Overweldigend. Het voelde als een gigantische steun voor de familie dat er zoveel mensen aanwezig waren. De stille tocht. Dramatisch, dat zeer zeker. Maar wel eenheid. Dat is toch voor onze familie wel heel erg fijn om dat te ervaren, om dat te voelen. Er waren ontzettend veel mensen. Voorop de familie en daarachter honderden mensen. Eigenlijk zover je kon kijken. Hoe voelt dat voor jullie? Ja, onbeschrijfelijk wat dit teweeg heeft gebracht. De saamhorigheid. Hè. Niet alleen de mensen van het kamp. Hè. We zijn één volk, dat voelen we. Maar iedereen, alle lagen van de bevolking. Moslim, geen moslim, christen, wit, zwart. Weet je, iedereen gelijk. Saamhorigheid, zoals het eigenlijk altijd zou moeten zijn. En jammer genoeg op zo'n traumatische gebeurtenis is het zo. In het bijzonder een bijzonder dankwoord voor de hulpdiensten. Een zeer dramatische gebeurtenis ook voor hun. En dan zeggen de mensen wel, ja, het is hun werk. Nee, dit is hun werk niet. Een jongetje van 4 dood uit een woonwagen halen. Dus hulde eraan. De uitvaart van Inke is komende woensdag.